Science. Ik doe onderzoek naar het concept duurzaamheid. En duurzaamheid is eigenlijk een beetje een gek begrip. Heel veel mensen vinden het belangrijk. Iedereen praat erover, maar niemand weet precies wat het is. En ik wil weten wat duurzaamheid nou precies is. En dat doe ik door naar het verleden te kijken. Dus ik probeer erachter te komen wanneer het begrip bedacht is en door wie en hoe het zich verder ontwikkeld heeft. En daarmee hoop ik natuurlijk beter te begrijpen wat het is, maar ook waarom het zo lastig is om het in de praktijk te brengen. Nou, duurzaamheid is echt zo'n begrip. Als je je daarin verdiept, dan wordt het alleen maar chaotischer. Maar een van de dingen die ik wel ontdekt heb, is dat duurzaamheid ontwikkeld is door een groep wetenschappers met een duidelijke politieke missie. Maar voor die wetenschappers was duurzaamheid niet een wetenschappelijk begrip. Het was veel meer een politieke of retorische compromis om verschillende groepen met eigenlijk tegenstrijdige belangen samen te brengen. En om dat te kunnen doen, moest duurzaamheid natuurlijk vaag zijn. Want als het te specifiek wordt, dan kan een van die groepen zich er niet meer in vinden. Nou, ik wil weten wat de functie van duurzaamheid is. En daarvoor probeer ik de wereld achter het concept bloot te leggen. Dus ik wil weten wie de mensen zijn die duurzaamheid hebben bedacht, die het op de kaart hebben gezet. En vooral wat hun belangen en strategieën waren. En welke debatten zij achter de schermen hadden. En uiteindelijk heb ik in Parijs, in de UNESCO-archieven, heb ik de perfecte bron gevonden. Dat zijn interne memo's. En een memo is een soort korte notitie die experts binnen een instituut naar elkaar sturen. Eigenlijk een soort e-mail voordat er e-mail was. En in die memo's zeggen experts in geuren en kleuren wat ze nou precies van een bepaald idee vinden. En vooral ook wat ze van andere experts vinden. Dus dat is echt het betere roddelwerk. En ik heb ook een Nederlandse diplomaat ontmoet die bij de politieke onderhandelingen over duurzaamheid betrokken is geweest. En die had op zolder nog een stapel brieven liggen die ik wel van hem mocht lenen. Dus moet je je voorstellen, zat ik op een gegeven moment in de trein met een hele zak geheime memo's. En dat was wel een heel apart gevoel. Dan voel je je wel een soort detective. Mijn motivatie is dat ik heel erg geloof in dit onderwerp. Ik wil dat duurzaamheid werkt en daarom onderzoek ik het ook. En dat is eigenlijk wel grappig, want ik doe dus onderzoek naar een groep wetenschappers met een duidelijke politieke missie. Maar zelf heb ik ook wel een beetje het gevoel dat ik een bepaalde missie heb. En daarom ben ik betrokken bij allerlei duurzaamheids- en natuurbeschermingsinitiatieven. Ik tel bijvoorbeeld vogels voor SOFON, Vogelonderzoek Nederland. En met die gegevens kan de overheid dan beter vogels beschermen. Ik ben heel erg geïnspireerd door Jacques P. Thijssen, de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland en de aartsvader van de vogelaars in Nederland. En het leuke aan Thijssen vind ik vooral dat hij verschillende rollen combineerde. Dus hij was onderwijzer en onderzoeker en activist. En dat zou ik zelf graag ook op die manier willen doen. Faces of Science.